Ik ben Marian Sterks, ik ben docent aan de Universiteit Gent, aan de opleiding Kunstwetenschappen. In deze collectiepresentatie is er heel wat beeldhouwkunst opgenomen. Beeldhouwkunst is zelf ook een van mijn interessedomeinen, waarin eigenlijk ook dat thema van lichamelijkheid heel mooi naar voren komt. En ik heb me eigenlijk laten inspireren door drie beelden met eenzelfde titel, De Verloren Zoon. Het zijn drie werken eigenlijk uit het laatste kwart van de 19e eeuw. En het eerste gaat dat onderwerp eigenlijk op een heel letterlijke manier weergeven, dat verhaal van de verloren zoon. Daar zit eigenlijk een hele ruimte tussen, daar zit afstand, daar zit leegte tussen die twee. Hè. Dus dat geeft ook letterlijk en figuurlijk nog een zekere afstandelijkheid aan, maar het is eigenlijk een heel serene, een heel ingetogen, heel subtiele vorm van lichamelijk contact. Het eerste beeld is heel duidelijk leesbaar. Het is eigenlijk een letterlijke vertaling van dat Bijbelse verhaal met allerlei motieven om dat verhaal zo duidelijk mogelijk te brengen, met een heel subtiele lichamelijkheid. Het tweede beeld vertrekt ook van dat verhaal, maar gaat dat meer universeel opentrekken. Ja, als je vergelijkt met het houten beeld, zetten we hier eigenlijk toch nog wel een stap verder wat betreft lichamelijkheid. Het is nog altijd een weergave van datzelfde thema, maar toch al op een ietsje minder letterlijke manier. En bovendien gaat er ook nog een extra betekenislaag aan toegevoegd worden. Je ziet ook dat de ruimte, de afstand tussen de twee figuren, tussen vader en zoon, veel kleiner wordt. Die komen letterlijk en figuurlijk veel dichter bij elkaar. Heel mooi is ook de manier waarop de vader eigenlijk het hoofd van de zoon vasthoudt. Dus echt met de beide handen. Dat doe je alleen maar bij iemand die je graag ziet, hè, of waar dat je echt nauw op betrokken bent. Er is ook oogcontact, hè, anders dan bij het religieuze beeld. In dit beeld is de anatomie heel duidelijk zichtbaar. Je ziet echt de spieren en de pezen. En dit beeld is ook gemaakt in het Anatomisch Theater in Leuven. En hij maakt het op het moment dat eigenlijk zijn jongste zoon plannen heeft om met de lange omvaart te vertrekken. Dus misschien verklaart dat ook wel mee de keuze van Meunier om deze thematiek eigenlijk te gaan afbeelden. Dat er misschien al een beetje de vrees is bij de vader van ga ik die zoon wel ooit terugzien. Hè? En jammer genoeg was dat niet het geval, hè? Want die zal 2 jaar later in Rio de Janeiro ook overlijden. En tot overmaat van ramp zal enkele weken later ook zijn andere zoon, zijn oudste zoon, ook overlijden. Hè? Dus dat is echt een dieptepunt emotioneel in het leven van Constantin Meunier. En de beeldhouwkunst zal hem eigenlijk helpen om die periode door te geraken. Dus hij blijft eigenlijk schaven en sleutelen aan dat beeld. Hè. Met name ook aan de gelaten, zo weten we, omdat er een tweede versie bewaard is. Waar dat de vader plots een baard gekregen heeft, net als Meunier zelf op dat moment. En ook het gelaat van de zoon is veranderd en zou meer gelijkenissen hebben met zijn eigen zoon of zonen. In het beeld De Verloren Zoon van Minne wordt er eigenlijk nog een stap verder gezet in de weergave van lichamelijkheid. En het gaat eigenlijk nog verder af van een letterlijke weergave van die titel van De Verloren Zoon. Als je goed kijkt, is daar eigenlijk iets vreemds aan de hand. Want dat lijkt niet zomaar een omarming te zijn of een gewone omhelzing. Om te beginnen is er allerlei aan de hand met die armen. Kan je eigenlijk niet zo goed zien welke armen zijn nu juist van wie. En het feit dat die figuur zo achterover leunt, heeft er eigenlijk ook mee te maken dat die ene jongeling die andere eigenlijk optilt en ook van de grond lijkt te tillen. Dus die voeten komen eigenlijk van de grond. Hè. Je vraagt je eigenlijk af of dat hier niet een dood lichaam is, hè. Of dat niet een dode zoon is, hè, als het dan nog binnen dat verhaal zou passen, want die titel is wel De Verloren Zoon, maar in de andere twee beelden gaat het eigenlijk over de terugkeer, het hervinden van de verloren gewaande zoon. Hier gaat het mogelijk echt over een verloren zoon. En daar waar we zagen bij die andere twee beelden dat daar nog een afstand, een ruimte, een leegte is tussen die twee lichamen, is die hier eigenlijk volledig opgelost. Die twee lichamen die zijn echt tegen elkaar, huid
tegen huid. Hè. Het ene lichaam hangt op het andere. Om dat zo te tonen was eigenlijk helemaal niet evident voor die tijd. En een voorbeeld daarvan is dat 2 jaar eerder dat een beeld van Camille Claudel, wat ook eigenlijk 2 verstrengelde, dansende lichamen weergaf, dat beeld gecensureerd geweest is. Dus dat is helemaal niet zo evident op dat moment om dat te tonen. En het feit dat het de titel De Verloren Zoon heeft gekregen, zal wellicht geholpen hebben om dit beeld toch aanvaardbaar te maken. Terwijl het eigenlijk qua lichamelijkheid best verregaand is. Als je dat vergelijkt met het houten neogotische beeld, dat is eigenlijk niet eens 20 jaar eerder gemaakt. En dat is eigenlijk heel typisch voor de moderne beeldhouwkunst op dat moment. Het thema is eigenlijk nog maar een aanleiding om iets anders te vertellen.